Eerste Pinksterdag, goeie avond. Het Zeeuwse nieuws van vandaag, zondag 5 juni. Het Zeeuwse Zeekadetkorps is terug van weg geweest. Vanmiddag kwam het nieuwe opleidingsschip La Comblée aan, met aan boord twee kersverse zeekadetten. Met zo'n groot schip, dat lijkt me echt heel erg gaaf om in te varen en dingen te doen. Ja, hou daar maar op. Je hebt allemaal activiteiten die je kan doen, zoals zeilen, motorbootjes besturen. Je leert knopen te maken. Ik wil later schipper gaan worden. Dus dan is het een hele mooie voorbereiding? Ja, zeker. De Maritieme Jeugdvereniging stoomt jongeren tussen de 11 en 18 jaar klaar voor een toekomst op zee. Na een basistraining kunnen ze zich specialiseren voor werk in de machinekamer, de kombuis of op de brug. Het is 14 jaar geleden dat Zeeland zo'n korps had. De provincie met het meeste water, ja, daar moet een zekerheid korps zijn. En hoe meer Zeeuwse jongeren enthousiast worden voor een toekomst in de maritieme sector, hoe beter. Net zoals in transport, in de binnenvaart en de zeevaart, daar komen we schreeuwend mensen tekort die passie voor water hebben. Het schip is afgelopen weekend vanuit Den Helder naar Zeeland gevaren. Een eerste tocht hebben de jongens dus al achter de rug. Wel leuk en leuk te zien om alles wat ze doen en zo. Ja, ik vond het wel zeker leuk. Ja, sommige rotklusjes wel moeten doen, maar dat hoort er ook weer bij. In totaal hebben zich nu 4 kadetten aangemeld. En er is zeker nog plek voor een tiental anderen. De politie heeft ook vandaag nog onderzoek gedaan in een woning aan de Damstraat in Schoondijken. Daar werd gisteren een overleden persoon aangetroffen. De politie kan nog niet zeggen of er sprake is van bijvoorbeeld een misdrijf of een natuurlijke dood. Alle scenario's worden nog onderzocht. D66 Zeeland heeft Wouter Versluis gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar. Hij volgt daarmee Ton Veraard op, die plaats maakt omdat volgens hem doorstroming gezond is. Voor zover bekend is D66 de eerste partij die hun lijsttrekker voor volgend jaar bekend maakt. Een vraag over de islam. Op de Grote Markt in Middelburg kon je ze vanmiddag stellen aan deze groep moslims. Ze willen vooral vooroordelen en misvattingen weghalen. De meest gestelde vraag? De rol van de vrouw. Veel mensen die zien de vrouw als binnen de islam als onderdrukt. Terwijl als je de moslimvrouw zelf spreekt, dan is dat gewoon helemaal niet het geval. En sterker nog, ze voelen zich juist geëmancipeerd. De vrouw is nu niet aanwezig. Ja, nu toevallig niet. Maar onze vrouw, de vrouwelijke leden van onze gemeenschap zijn heel actief. Flink wat mensen stelden vanmiddag een vraag. Maar ze gaven vooral complimenten aan de groep. Ik vind dat getuigd van dat ze laten zien van wij zijn ook gewoon mensen. Je hoeft niet bang voor ons te zijn. Omdat ik helemaal voor vrede, vrijheid en loyaliteit ben. En het maakt niet uit of je moslim bent, of christen, of hindoe, of boeddhist. Of gewoon zonder enige geloofsrichting of zo. Ik vind het gewoon een hele mooie uitspraak. Het is een landelijk initiatief. De groep reist de komende tijd door heel het land om vragen over de islam te beantwoorden. De jonge festivaldirecteuren van Stichting Daar hebben een flinke schuld opgebouwd van zo'n 10.000 euro. Vorig jaar organiseerden ze festival Dwaalspoor, maar er kwamen minder bezoekers op af dan gedacht. Het hele festival is eigenlijk ontstaan van we kunnen weer dingen, laten we maar gewoon wat gaan doen. En dan in de hoop van dan moeten we dat delen met bezoekers en dan kunnen we zo samen dat eigenlijk financieel mogelijk maken. En daar is een gat gekomen, wat wij nu nog steeds aan het opvullen zijn. Of alle artiesten zijn betaald, alleen wij betalen dat nu dan weer af. Ondanks de schuld gooien ze het bijltje er niet bij neer. Die energie staat niet stil en dat willen we graag blijven delen. Dus daar komt het voort dat we dan toch maar gewoon weer doorgaan. De studenten hebben geleerd van hun fouten en pakken het deze keer anders aan. Het geld moet er al zijn voordat we het gaan doen, dan hoeft het ook niet bij de bezoeker te liggen. Die luiken die kunnen er dus allemaal uit en dan kunnen we dan weer een nieuwe, gewoon een eigen dak inleggen. De nieuwe voorstelling die ze gaan uitvoeren op een boot is vanaf juli te zien op verschillende plekken in Zeeland. Ook de tweede dag van Vestrock in Hulst is gisteren weer zonovergoten verlopen. Op de podia onder andere Within Temptation en DJ Paul Elstak.
festival trekt ook dit jaar weer alle generaties. Het is de eerste keer Vestrock? Nee, echt niet. Ik geloof over een jaar aan het doek had al. 5 jaar. 5 jaartjes. Ik ben de laatste, want ik ben 70. U bent 70 jaar. Vandaag de laatste dag van het festival. Die is vooral gericht op kinderen. En voor de sport gaan we naar Stefan Nijpjes. Terneuzense Boys speelt ook volgend seizoen in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De ploeg van trainer Dennis de Nooijer speelde zich dit weekend op de laatste reguliere speeldag van de competitie veilig in Ridderkerk dankzij een 1-3 overwinning op RVVH. Dit is het laatste doelpunt gescoord door Miroslav Peric. Terneuzense Boys eindigt op de 10e plaats en de concurrenten Papendrecht en SHO gingen onderuit, waardoor Terneuzense Boys veilig is. Straks is er weer een nieuwe aflevering van Omroep Zeeland Sport en daarin zie je een samenvatting van RVVH tegen Terneuzense Boys. En de Zeeuws-Vlamingen krijgen volgend seizoen in de eerste klasse gezelschap van Oostkapelle Domburg. Die ploeg werd dit weekend kampioen in de tweede klasse E. Ook daar zie je straks voornamelijk feestbeelden van. En er is een samenvatting van VVOG tegen Hoek in de derde divisie. VVOG wint met 3-2. Hoek is uitgespeeld, maar de ene goal in die wedstrijd is nog mooier dan de andere. Deze bijvoorbeeld is van Job Hogendoorn van VVOG. Omroep Zeeland Sport is er zometeen na de nieuwsuitzending. Graag tot zo. Afgelopen nacht en ook vanochtend waren er al vroeg onweersbuien. De lucht werd dan dreigend en donker, waarbij het in korte tijd ook flink kon regenen. In Sas van Gent werd in de nacht al 20 mm regen opgevangen en dat viel er zondag voor het middaguur ook in Vlissingen. Maar soms, en dat was maar net afhankelijk van waar je je bevond, bleef het op het juiste moment net droog. Vanavond en vannacht blijft het droog en ook vannacht zijn er opklaringen met droog weer en rustige condities waarbij de temperaturen gaan zakken naar 12 tot 14 graden. Er kan plaatselijk wat nevel of een mistbank gevormd worden. Pinkstermaandag krijgen we een enkele regen- of onweersbui, maar geregeld schijnt ook de zon. Het blijft echter wel aan de koele kant met 16 graden en een vrij krachtige westenwind. De dagen daarna hebben we soms een bui, maar voor het grootste gedeelte blijft het meestal droog en schijnt de zon af en toe bij 17 of 18 graden. Tot zover straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Ik wens u een hele fijne zondagavond.